De autobranden in Amsterdam-Noord die houden maar niet op. Afgelopen nacht gingen 3 auto's en een brommobiel in vlammen op. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Bij omwonenden zit de schrik er in ieder geval goed in. Ongeveer om een uur of 2 s'nachts of zo, toen hoorde ik allemaal klappen. En ik dacht dat ze eigenlijk tegen mijn voordeur aan het trappen waren. Maar toen liep ik de trap af en toen zag ik al die vlammen. Toen heb mijn zoon de 112 gebeld. En toen kwamen ze ook gelijk. Ja, ik schrok, want ik zag door dat kleine raampje zag ik al die vlammen. En ik dacht dat er hier wat in de fik stond. Het was behoorlijk veel rook en zo. En ja, hier komt natuurlijk alles naar binnen. Dus ik vond het best wel heftig. Ja, een pyromaantje denk ik. Ik weet het niet.